gaan we nu een kijkje nemen bij de Nederlandse kandidaten. En ook zij worden gekleed door die zaak in Beringen, Swepford, heren en dames Molen. Kandidaten, wel, die heeft mij gevraagd om via deze weg haar sponsors te bedanken, welke haar hebben gesteund in dit avontuur. Verder is een van haar hobby's het bijwonen van voetbalwedstrijden. En dan heb ik het over de 23-jarige Giovanni. Maar ze woont nu in Elslo. Ze werkt fulltime als gastvrouw bij Kasteel Ter Worm in Heerlen. En in haar vrije tijd gaat ze graag sporten en is ze te vinden bij haar vriend of vriendinnen. Verder wil ze graag haar sponsors bedanken en iedereen die vandaag gekomen is om voor haar te supporteren. Hier is Kelsey. En haar bijbaan bij Subway. In haar vrije tijd besteedt ze graag aan koken en dansen. Julia. Ja, en heel wat Belgische ontwerpers bij Swepford Ladies en Herenmode, zoals onder andere Sandres, Giet, Blue Bay, Jovan en Ter Bleu. En deze collecties die worden ook geshowd door onze volgende Nederlandse finalisten. Swepford vindt u natuurlijk terug in onze lieve Vrouwenstraat te Beringen. Onze volgende finaliste komt uit Gimmeen. En ze heeft heel wat supporters meegebracht. In het dagelijks leven is ze fulltime pakketjesbezorger bij PostNL. En op zondag is ze werkzaam in een café genaamd Amadeus. In haar vrije tijd is ze vaker te vinden in een lekker restaurantje of op een gezellig terrasje. En ook zij wenst iedereen te bedanken die haar heeft gesteund bij dit avontuur. En dan heb ik het natuurlijk over Sophie. Is 23 en ze komt uit Elslo. Ze studeert HBO Social Work en is tevens werkzaam als gedragskundige cliëntbegeleider. Ze wil via deze weg haar sponsors, het MAC, waar zij Thaibox en Liz Art tatoeages bedanken voor hun steun. Siri. Hey!
vrijtje is 20 jaar, ze komt uit Geleen. Larissa is haar naam, ze studeert om hooglerares Engels te worden en geeft ook bijles in haar vrije tijd. Naast haar studies houdt ze van wandelen, reizen en leuke dingen doen met haar vriendinnen. Larissa. Klassevolle boutique, dat is de Stratford Ladies en Herenmode in Wering met heel wat mooie collecties. En ook onze volgende missen die zijn daar gaan shoppen. De eerste in het rijtje is 17 jaar, ze studeert wiskunde, wetenschappen en haar vrije uren besteedt ze graag door. Besteedt ze graag aan het doen van modellenwerk en dansen. En dan heb ik het over Penny. Caroline is 24 jaar en ze houdt van actief bezig zijn en ze vindt haar vrienden en familie heel belangrijk. Ook is ze dagelijks zelf in de fitness te vinden. Tevens is ze ook een begeleider in de fitness en geeft ze circuittraining. Want dat is wat dat gaat ze me straks moeten uitleggen. Verder is Caroline nog studerende aan het Fontijns Sporthoogschool, waar ze inmiddels in haar derde leerjaar zit op het gebied van sportkunde. Caroline. Ze is Laura, ze is 20 jaar en ze komt uit Susteren. Ze studeert de HBO pedagogiek en vindt het leuk om met kinderen te werken. Verder is ze ook graag onder de mensen en organiseert dan ook veel uitjes met haar vrienden. Daarnaast doet ze in haar vrije tijd ook graag wat fitness en tekent ze graag. Laura. Exclusieve kleding vinden we terug bij Mirjam Roggen en haar zoon Tim Konings. En dan heb ik het natuurlijk over Stratford in Beringen. En op onze volgende missen, die gingen daar hun outfits kiezen. De eerste is 21 jaar en ze komt uit Bunder. In het dagelijks leven is ze werkzaam in een zonnestudio. Haar hobby's wel, dat zijn zoals heel veel meisjes winkelen, uitgaan en leuke dingen doen met haar vrienden. Cheyenne. De volgende kandidaat is 17 jaar, ze komt uit Landgraaf en ze gaat binnenkort de opleiding paraveterinaire geneeskunde volgen met als doel natuurlijk om dierenarts te worden.
Naast haar passie voor dieren zijn haar verdere hobby's winkelen, sporten en leuke dingen doen met familie en vrienden. Daarnaast wensen haar sponsors Danny en Antoinette van Parkstad Scooters en haar oom Nico van Betahuis Heren te bedanken voor hun bijdrage en support. Quinty! In zijn leven studeert ze HBO rechten en is daarnaast kassierster bij Albert Heijn. Verder wenst ze graag haar sponsors Dream Aesthetics en AMK Administratiekantoor te bedanken voor hun steun. Ze is 20 jaar en ze komt uit Heerlen. Gemma. Uit Nederland krijgen we hier op de catwalk en ook zij worden gekleed door Stratford in Beringen. De eerste in het rijtje is misschien wel de jongste vandaag, want ze moet nog 16 worden dit jaar. Verder komt ze uit Maastricht en in haar vrije tijd gaat ze graag winkelen met vriendinnen en is ze graag onder de mensen en altijd wel in voor een feestje. Shakira! Ze komt uit Hoedsbroek. Ze studeert economie en management op het Sint-Jans College. Hier is ze al in de praktijk mee bezig, want ze is mede-eigenaar van een lending company gespecialiseerd in het verstrekken van microleningen. Ook is ze een self-taught make-up artiesten en haar hobby's zijn mode, het volgen van een mannequinopleiding, dansen en sporten. Daniela. Finalisten in het rijtje is 16, ze woont in Landgraaf en naast het werk in het restaurant La Cubanita in Heerlen zijn haar hobby's ook het luisteren naar muziek en ook muziekteksten schrijven. Lynn.